Nou heb ik dus een nieuw adressenboekje gekocht. En daar staan dus allemaal keurig netjes A, B, C, D enzovoorts in. Oh, uitgespeeld, uitgespeeld. Uitgespeeld, of niet? Uitdaagster. Hallo lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is al laat, althans ja, wat heet tegenwoordig laat, hè? Maar in ieder geval een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. En dat op donderdag 10 december om 14:37. Ja, het gaat ook nou niet goed met mij. Nee, barstende hoofdpijn, je wilt niet weten, daarom ben ik ook zo laat. Maar oké, ik had gisteren had ik postzegels gehad. Ik heb het al mooi eventjes erop geplakt. Gisteravond in de reclameblokken. Maar ik had nog wat leuks gekocht. Want ik heb daar zoveel boekjes liggen. Het boekje van mijn schoonmoeder. Een oude. Het zijn eigenlijk meer notitieboekjes. Om iets in te noteren wanneer je naar de dokter moet. Of wat dan ook. Vind ik tenminste. Want er staat geen datum bij, dat kun je allemaal zelf invullen. Ook staan er geen alfabetische volgorde aan letters erbij. Nou heb ik dus een nieuw adressenboekje gekocht. En daar staan dus allemaal keurig netjes A, B, C, D enzovoorts in. Dus ja, duidelijk, dacht ik. Dan ga ik dus niet nou, als alles weer achter de rug is, ga ik dat mooi invullen. Iedere dag een beetje. En dan komt dat ook wel goed. En heb ik tenminste een mooi fatsoenlijk adressenboekje. En krijg je dan weer eens een keer iemand erbij. Nou, dan kun je dat gelijk meteen invullen. Maar dan heb ik allemaal, nou ik heb, als je erna gaat wat ik allemaal heb hier ook. 1, 2, 3 en dan het kladblokje nog van het Olea of van de Aula. Dat, en dan nog losse briefjes. Nou, je wilt niet weten. Dus, maar ja, dat ga ik dan mooi keurig invullen. En daar ben ik blij mee, maar ik had ook al eens een kaart gekregen. En nou zie ik tot mijn verbazing, hey, het lijkt wel een beetje op elkaar. Die stippeltjes allemaal. Nou, voilà. Lijkt wel wat op elkaar. Vind ik wel grappig. Ja. Maar oké. Ook leuk. De hondjes die zijn allebei buiten. Die waren er net al op mijn bed druk bezig te spelen. Ik zeg, ja, maar dat wil ik niet. Niet op die manier. Mogen spelen, maar niet op die manier. Te druk. Nou ja. Hou mijn bed een beetje heel en netjes. Oh, uitgespeeld, uitgespeeld. Uitgespeeld, of niet? Uitdaagster. Rijka, die is zo snel, of ik weet niet wat. Heerlijk, toch? Kijk, en dat vind ik niet erg. Laat het me buiten doen, toch? Doe de deur dicht, want het is mij te koud. Geweldig.
Ja, en dan zal ik zo met ze lopen, maar dan zijn ze in ieder geval al een beetje uitgeraasd. Ja, jongen, nog aan toe, mijn hemel. Nou, mijn bloemetjes die staan er nog steeds mooi bij. Van de verzekeringsmaatschappij. Hier, dat rent ook nog eens een keer. Leuk! Bij en pij, ja, rent. Zonder dat je erbij nadenkt, kun je rijmen en dichten zonder je hemdje op te lichten. En als ze eenmaal gedicht moeten maken voor onder de kerstboom of het Sinterklaas is het. Mama! Of oma! Of wat dan ook, of tante, of hè? Maar ja, leuk. Ja, ik ken het zelf ook, dus ja. Tenminste, soms wil het niet lukken. Maar dan pak ik even wat van internet erbij en dan typ ik gewoon in wat ik wil hebben, waar ik naar zoek. En dan komt dat, en dan ook het woordje gedicht erbij. Nou, dan krijg ik er een gedicht er ook over. Maar dan gebruik ik er wat van. Dan schiet het me zo ineen in mijn hoofd en dan gebruik ik er iets van. En dat verander ik dan ook weer helemaal naar mijn idee, mijn inzicht, hoe ik het wil hebben. En dan komt het ook wel weer goed. Ja, dan heb ik toch een gedicht van mezelf. Enkel een klein beetje hulp. Gewoon één of twee zinnen van een ander gedicht erbij. Nou, dan wordt het toch rest van mij. Ja, toch? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik zeg auf Wiedersehen. Goodbye. Tot straks of zo, iets dergelijks. Geniet van je dag. Ga ik ook met de hondjes doen. Het is vreemd weer. Dan weer zon, dan weer grijs, dan weer zon, dan weer grijs. Maar ja, ook lag er een briefje in de brievenbus van buurtbeheerbedrijf Den Helder. Wat wij doen. Nou, en dat is dan zo ontzettend klein, dat moet je maar kunnen lezen. Dus ik heb geprobeerd, geachte heer en mevrouw, woningstichting Den Helder, het jaarlijkse de dakgrootte van uw wijk reinigen. Bij bewoners die lid zijn van abonneeonderhoud. Dit werk wordt aan een gespecialiseerd bedrijf uitbesteed. Ja, nou dat wist ik al. Maar wanneer dat komt, dat weet ik niet. Dit bedrijf voert het werk uit en komt binnenkort de dakgoten reinigen. Dus die komen deze maand nog. Maar daar hoef je niet voor thuis te zijn. Ja, je moet zorgen dat je de poort open hebt. Nou, dat zou leuk worden met twee hondjes. Hop, 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 hop. Ja. Dat zou de buurman leuk vinden. Oh. Ik ga naar de 200 een keer. Wow. Maar ja, dan weten we dat ook. Er staat geen datum bij. Tenminste, niet dat ik zie. Porsche, Porsche. Dit bedrijf voert het werk uit en komt binnenkort de dakgoot reinigen. Het is niet nodig thuis te blijven voor deze werkzaamheden. Voor specifieke vragen, ja, dat en dat en dat. Nou, ik zie geen datum. Nee, er staat geen datum bij. Nee, dan meneer. We merken het wel, ja toch? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Het is alweer reeds 5 uur, exact 5 uur op mijn horloge. Ik heb druk gehad en eigenlijk ook weer niet. Nee, ik werd eigenlijk als het ware, hoe moet ik dat uitdrukken? Doodgegooid zeggen ze altijd, vind ik ook weer zo'n rot woord eigenlijk. Hè? Nee, laten we het maar even daarop houden. Doodgegooid met allemaal app-berichten, ja. Nee, maakt niet uit, het was wel even gezellig. Ja hoor, dankjewel Sanderien. Ja, Sanderien van Eck. Hele leuke, lieve schat van een vrouw. Ja, die heeft me een beetje afleiding gegeven. Zonder dat ze het wist, maar dat maakt niet uit. Ik ben nog niet weg geweest om jullie kaarten op de post te doen. Ja, die hek hier nog.
Gewoon, het schudt niet vanwege mijn hoofdpijn. Die staat op springen, maar het maakt ook allemaal niet uit. Ik heb net mijn videopad geopend, dat ik ga daar zo meteen een vlog in elkaar zetten. Zodat dat ik weer kan editen en renderen en doen. En dan kan dat weer naar YouTube gebracht worden. En daarna weer mijn hondjes uitlaten. En dan weer denken aan eten. Maar ik weet niet wat. Want ik heb genoeg in huis, maar ik heb nergens zin in. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, nou. En Fred van der Kaap. Ja, helaas. Je zei wel op het aanrecht uitrollen. Maar ik durf dat niet op mijn aanrecht aan. Nee, ik heb een heel ander aanrecht dan dat menig één heeft. Dus ja, ik had het gisteravond met Fred erover, die kaarsen die zo lekker krom staan. Om die recht te maken. In warm water en dan op het aanrecht rollen. Maar ik heb geen normaal aanrecht. Nee, dat kan hier niet op. Ik heb geen roeste staal. Dus ja, ik moet gewoon nieuwe kaarsen hebben. En ja, kom maar achter waar ik ze kan kopen. Als iemand ze kan kopen, stuur ze dan maar naar me toe. Ja, neem een contact op als je maar de rest moet weten. Geld is ook, dat speelt wel geen rol, dat krijg je van mij wel. Hè, zo duur zijn die doosjes met die kaarsjes niet. Nee. Maar oké, help mij uit de brand voor de kerstdagen om zulke soort kaarsjes te krijgen, te kunnen kopen, maar dan uiteraard recht en niet krom. Deze zijn door de warmte van de zon krom getrokken. Dus ja, ik moet nieuwe hebben. En vind ze maar. Alles is hier al uitverkocht. Helaas. Maar oké, gedaan zaken neem ik een keer. Als iemand mij kan helpen, graag. Ja, degene die mijn adres weten, zoals Sandrien. Nou ja, dan stuurt men naar me toe. En dan geef mij je bankrekening en dan stort ik het wel weer terug. Weet je wel? Wie dan ook. Maar oké, lieve vrienden. Gisteren ben ik ook weer vergeten af te sluiten. Omdat ik ook druk die kerstfilm zit te kijken. Wat ik enorm mooi vind. Dus ja, sorry daarvoor. Het loopt allemaal een beetje anders dan ik eigenlijk 's morgens in mijn hoofd heb. Loopt de dag toch anders dan ik had verwacht. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Voor nu zou ik zeggen, smakelijk eten, bon appétit. En voor vanavond een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Zowel van Rijka, zowel van Elwing en van Gandalf en van mij natuurlijk. Ja, dat ik zou zeggen, lieve vrienden, dat aan de andere kant van de nacht. Tot dan, doei!